Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. President en First Lady aanwezig bij Pontificale Hoogmis. Bijdrage IMF ondersteunend voor sociale en financiële hervormingen. Belastingen doorslaggevend voor instandhouden economie. Openbare werken presenteert jaarverslag 2021. En blijf de Mohana-regels volgen. In de kathedrale Basiliek van Sint Petrus en Paulus heeft op zaterdag 25 december de pontificale hoogmis van kerst plaatsgevonden. Deze bijeenkomst werd ook bijgewoond door president Chandrika Prasad Santokhi en de First Lady Melissa Santokhi Sinacheri. Bisschop Karel Tsuni overhandigde bij deze gelegenheid een schilderij aan het staatshoofd. De communicatiedienst Suriname sprak twee bezoekers na afloop van de dienst. Ik denk dat de bonjour de zere snaar goed geraakt heeft. Inderdaad, u weet, ik ben in het dagelijks leven, doe ik gemeenschapswerk. En je kan inderdaad de gang van zaken tussen arm en rijk steeds weer merken. Het wordt alleen maar erger. Ik hoop in ieder geval dat met de kerstboodschap van de bisschop en de beleidsmakers, een aantal waren vandaag in de dienst, dat zij dat meenemen en kijken van oké, hoe kunnen we als mens, mens blijven en mens helpen. Omdat het niet te doen is in die achterwijken, in die buurten. En inderdaad, de Surinamer die wordt materialistischer. De Surinamer wordt gierig, zoals ik het een keertje gezegd heb. En inderdaad, wat onze monsignor vandaag zegt, laten we ook kijken naar die kloof. Dat het kleiner wordt en dat iedereen kan deelnemen aan, het zijn de economische activiteiten, het zijn aan de welzijnsactiviteiten, het zijn het stukje welvaart. Iedereen, zo kijk ik er tegenaan. Nou, positief. Het is voor iedereen een beetje moeilijk. Maar ik denk dat met de vooruitzichten die wij zelf hebben als mens, we hebben doelen natuurlijk voor ogen. Dat denk ik dat je doelen achterna zal streven. Maar als ik het grote plaatje kijk van mijn werkzaamheden, dan ga ik het goed tegemoet. Ik zie een aantal dingen die we samen met bijvoorbeeld de mensen van La Tour gaan doen. Het wordt helemaal mooi, ik weet het. Tussen al die drukte en tussen al die moeilijkheden door is er nog altijd een gaatje. En die moeten we proberen te vullen. En dat kunnen we vullen met vreugde en liefde. En het gaat gebeuren. Het afgelopen jaar was een beetje zwaar. Of ja, een beetje zwaar. Voor anderen weer heel erg zwaar. Maar het afgelopen jaar was vol levenslessen. En ja, in moeilijke tijden hebben we, ik denk, meer de kans om meer te leren. Uit de moeilijkheden en meer een mogelijkheden te creëren voor onszelf om toch eruit te komen. So, het afgelopen jaar was voor mij meer om veel meer te leren en veel meer uit mezelf te halen. Ik hoop wel voor het beste dat het wat beter gaat, vooral met onze economie. Ik hoop dat het beter gaat, dat er meer aandacht wordt besteed aan de sociaal zwakkeren. Dat die meer geholpen worden, dat er naast ze wordt gekeken. En ook aan die mensen wil ik zeggen dat ze de hoop niet moeten opgeven. In elke moeilijke situatie is er ook iets goeds uit te halen. Zoals je iets positiefs uit wil halen,
zal je die altijd vinden. Dus niet al te veel gaan letten op de negatieve, maar meer op de positieve, want die kunnen we altijd uit elke situatie vinden. De recentelijk door het Internationaal Monetair Fonds goedgekeurde financiële steun aan Suriname is een mijlpaal voor de implementatie van het herstelplan. Deze goedkeuring maakt het namelijk mogelijk dat sociale uitgaven om de meest kwetsbare groepen te ondersteunen worden uitgebreid. Daarnaast maakt het de weg vrij voor een ordelijke schuldherschikking waarbij de terugbetaling van de Surinaamse schulden op een duurzame manier zal geschieden. De ondersteuning door het Internationaal Monetair Fonds schept tevens de condities voor de bijdragen van andere financiële instellingen als ook ontwikkelingspartners, te weten de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank en de Wereldbank. Zij zullen Suriname namelijk technische assistentie verlenen in de door te voeren hervormingen. Het uiteindelijke besluit van het IMF heeft maanden van lobbywerk gekost. De financiële ondersteuning is onmisbaar om het tij van economische uitdagingen, fiscale en financiële noden en een zwakke en ongebalanceerde groei te keren. De offers die thans gebracht worden zijn bedoeld om het pad van welvaart op te gaan en zullen dan ook hun vruchten afwerpen. In gesprek met de communicatiedienst Suriname heeft Ismael Kalaikan, directeur der belastingen, benadrukt dat het invoeren van belastingen niet nadelig mag zijn voor de samenleving en de economie ook niet mag verstoren. Daarom moet het heel zorgvuldig en weloverwogen gebeuren en er moet een goede belastingmix zijn. U hoort directeur Kalaikan. Vaak wordt gezegd dat bijna 21-24% van onze economie grijs, zwart, informeel. Wat dat precies inhoudt, kan ik nu zeggen. In ieder geval, die groep blijft wel buiten de belastingen, buiten het zicht. Maar is het allemaal zo dat ze helemaal geen bijdrage leveren? Want ze betalen toch benzine? Ze betalen toch... Ze kopen toch goederen, daar zit omzetbelasting in. Dus zo kun je een hele discussie aangaan. Maar wij hebben liever dat iedereen in het systeem is en hun bijdrage levert. Met de verbreding van de basis, die BTW, hebben veel mensen in het systeem, maar we willen daarmee ook reguleren dat je kostprijs, je concurrentiepositie, je productiesector ten opzichte van anderen niet verslechtert, maar wel verbetert. In het huidige systeem heb je een kostprijsgehoogend effect. Dus we willen een systeem dat die BTW wordt betaald door de consument, de eindgebruiker. Maar wanneer we gaan exporteren enzovoort, dan moet er geen BTW op zijn. Maar zoals u weet, BTW is een binnenlandse heffing. Dus die consumptie, de business intern wordt belast. Maar je moet ook kijken naar de verhouding van accijnzen. Accijns is ook een andere vorm van indirecte belasting. Weet je, mensen die dranken binnenhalen, die moeten ook accijns betalen. Je moet ook kijken naar die mix. Wat wil je nou? Hoe wil je dat structureren? Maar je moet ook kijken naar de... Wat wij vaker hebben genoemd is die loonbelasting en die inkomstenbelasting gaan dan structureel worden aangepast. Dus terugkomend op uw vraag, met die BTW willen we zo zorgen dat de staat aan de ene kant een gegarandeerde inkomsten heeft. Niet dat wanneer die goudprijzen omlaag gaan, de alamai kreeg. Toch? Of olie, alamai kreeg. Nee, ook netjes verdeeld, ook stabiel, maar ook in het kader van de ontwikkelingen die er komen zal. Hè? Iedereen heeft het over olie, dollar enzovoorts.
Dus dat is het voordeel. Het heeft wat risico's, het heeft wat uitdagingen, maar ja, je moet het aangaan. Anders kom je niet waar je mee moet, toch? Zo, vermogen is natuurlijk een discussie. Elke keer hoor je van, ja, maar mijn paaibelasting, toch? Mijn wroko, mijn kies van salaris, mijn paaibelasting, mijn spaar, mijn bijwoon, ook mijn paaivermogensbelasting. De andere kant erop, ja, maar als wij als samenleving jou niet die gelegenheid had gegeven, dan was je niet in staat geweest in je eentje om dat vermogen op te bouwen. Dus if unobe yepi, unobe city kong, lik samenleving, dan nobe aba okasi, pupota moni dat aan zee. Vi bij een mooi video zo. Dus om dat ondia okasi, om chinsani. Daarom zie je dat het tarief van de vermogensbelasting vaak heel laag is. Hè? Zo. Wat we nu aan het kijken zijn, van, maar wat willen we hebben als vermogen? Het is vaak, normaal gesproken, heel simpel gezegd, zij abi, je bezittingen met je schulden. Dan moet je je nu afvragen, wat zijn die bezittingen? Wat zijn die schulden? Willen we iedereen die een autootje heeft zeggen van dat is een bezit voor de vermogensbelasting? Of zeggen van een autobezit is normaal, het hoort erbij. Dus die gaan we, één auto per gezin, we liever choose. Je huis waarin je woont, dat is normaal. Dat gaan we niet als bezit nemen. Maar al die andere panden die je hebt, die willen we wel hebben. Of een huis tot een bepaald niveau. Zijn discussies. Dat zijn de dingen die we nu aan het bestuderen zijn en kijken van, maar wat past in de Surinaamse situatie, toch? Wat theorie mooi, alle kvalen zijn mooi, maar gaat het hier werken? Toch? Dus dat zijn wat dingen. We hebben ook onderzoek gedaan, we hebben het volk ook gevraagd, maar hoe zit het daarmee? Ben je bereid? Het volk heeft gezegd van, joh, als het echt een zuiver systeem is, dan willen we wel bijdragen. En de meeste mensen die vermogen hebben, die zouden moeten betalen en ze betalen veel te weinig. Dat heb ik niet gezegd, dat komt uit het onderzoek. Dus dat zijn de dingen die we gaan bekijken. En dat zijn de dingen die we ook willen aanpakken. En daar zullen natuurlijk bepaalde nieuwe elementen in komen. Een van ze is, we gaan je geen aangifte meer sturen. Je moet zelf komen aangeven. Zoveel heb ik. Dus wat wij noemen een self-assessment system. Het ministerie van Openbare Werken heeft op vrijdag 24 december het jaarverslag over 2021 gepresenteerd. Het ministerie vindt het belangrijk in het kader van transparantie om aan te geven hoe de middelen besteed zijn voordat de nieuwe begroting wordt aangenomen. Het jaarverslag wordt opgestuurd naar het parlement. Saskia Tjote, lid ministeriële planunit, gaat als volgt in op de uitgevoerde projecten voor het jaar 2021. Er zijn ook, vanwege de COVID, zijn er ook heel wat online trainingen geweest. Hier hebben we er één genoemd. Deze was één die georganiseerd is door het CARICOM-secretariaat over het milieuvriendelijk verwijderen van kwik bevattende afvalproducten. Verder hebben de diverse afdelingen ook interne trainingen gehouden, zoals het laboratorium voor grondmechanica en de meteorologische dienst hebben interne trainingen op hun afdeling gehouden. De projecten van het ministerie, er zijn in totaal in uitvoering geweest, en een aantal zijn dus nog steeds in uitvoering, 146 projecten. In voorbereiding zijn er dus 76 projecten aanbesteed, 144. En we hebben dus ook een overzicht per directoraat. Ja, hier gaan we slechts enkele van de activiteiten highlighten.
Bijvoorbeeld de afdeling wegen, die heeft dit jaar 26 projecten uitgevoerd. Hier hebben we de rehabilitatie van de Martin Luther King Highway. De afdeling vuilverwerking. De projecten zijn meer gericht wat betreft Onamibo op het aanhuren van materieel en zand voor werkzaamheden te Onamibo. Afdeling Brugge die heeft er 6 projecten afgerond, waaronder ook het bouwen van een houten brug, renoveren en het bouwen van stijgers. Afdeling Verkeer die heeft er in totaal 464 projecten kunnen afronden. Hier hebben we een voorbeeld van de wegmarkering te Welgedag Zee. Terreinstraat en bermonderhoud. Er zijn heel wat maaiwerkzaamheden verricht door het directoraat Openbaar Groen en Afvalbeheer. In totaal 18 projecten. Het zijn meer projecten over maaien van bermen, maar ook het inhuren van materieel voor deze werkzaamheden. De vuilophaal, 6 projecten. En dit zijn allemaal ongoing projecten. Dus ze lopen door tot naar het volgend jaar, het ophalen van huisvuil in diverse wijken, waarbij dus kraakperswagens worden ingehuurd. Afdeling ontwateringswerken. Hier hebben we ook een aantal ongoing projecten die in het volgend jaar zullen verlopen. Een voorbeeld is dus de ophaling van de lozing, de Toetlifoot. En de bouw- en stedenbouwkundige werken heeft meegeholpen aan het gebouw van het commissariaat van Nikeri. Noemenswaardig is dus dat al deze projecten in eigen beheer zijn uitgevoerd, maar het gebouw is dus met fondsen van het commissariaat. COVID-19 heeft een grote invloed gehad op de Surinaamse gemeenschap. Vooral in deze bijzondere feestperiode wordt ieder getroffen door maatregelen die nodig zijn om de volksgezondheid te bewaren. Middels het introduceren van een acroniem MOHANA, wat staat voor mondkapje op, handen reinigen, afstand houden, wordt de gemeenschap op een herkenbare manier steeds herinnerd aan de persoonlijke stappen die men kan nemen om de kans op een COVID-19 besmetting te verkleinen. Als ieder zich aan de MOHANA-maatregelen houdt, kunnen wij als land terug naar een normale situatie. Blijf de MOHANA-regels in acht houden en bescherm elkaar tegen COVID-19. Kijkers, en hiermee zijn we gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht en een goede avond.